hebben terugkomend op die tweet. En dat was ook een soort van inhakertje, waarbij u zei: van nou, zo'n uh, legale wietkwekerij gaat echt niet helpen bij het oplossen van het probleem van ondermijning. Uh, nu, nu is hier in Westland in de raadszaal ook gesproken over uh, legale wietkwekerijen. Uh, uh, sterker nog, er waren best wel wat partijen die dat zagen zitten. Uh, uiteindelijk is het niet doorgegaan. Bent u daar blij mee? Ik ben daar persoonlijk heel erg blij mee. Ja. Ik zie niks in het hele verhaal. Want. Uh, uh, Um, kijk, waar, waar is de uh, georganiseerde criminaliteit in Nederland goed in als het gaat over drugs? Datgene waar Nederland sowieso goed in is, namelijk um, handel en export. Daar zijn wij echt uh, daar zijn we groot mee geworden. En daar is ook de criminaliteit groot mee geworden. Wij zijn de grootste producent en exporteur van ecstasypilletjes. Uh, dat is een miljardenbusiness uh, geworden. Um, we zijn heel makkelijk toegankelijk, blijkbaar, voor drugs. Criminelen uit buitenlanden die een vaste, grond, vaste voet aan de grond willen krijgen in Europa. Dat, dat uh, uh, lab in Wateringen is daar een voorbeeld van. Uh, je moet dat echt met alle kracht bestrijden en niet, niet met halfzachte uh, uh, oplossingen, want daar wordt de wereld niet beter van. Uh, uh, ik zeg altijd maar: uh, uh, beter een korte schrik dan een lang misverstand. En ik zou de politici in Den Haag uh, willen aanbevelen. Ga niet uh, met halfzachte dingen bezig, maar ga nou eens een keer aanpakken. En uh, steek daar je energie in.